Heb je wel eens met iemand van hetzelfde geslacht gezoend? Ja, ja, zeker. Zo, dat was zijn als van die experimentjes. We deden altijd zo, het was echt zo'n toffe, gezellige vriendinnenkring. En wij gingen vaak in de caravan slapen in de nacht. En dan was dat zo, oké, als we veel hadden gedronken, een beetje experimenteren. Maar echt heel ver ging het wel niet hoor. Ben je een honden- of een kattenmens? Eerlijk gezegd ben ik niet echt zo'n dierenmens. Ik ben nooit echt opgevoed met dieren, omdat wij allergisch waren thuis allemaal. Dus ik had hoogstens zo'n hamster die dan na een week dood was. En een goudvis die ook snel is gestorven. Dus ik heb niet echt voeling met beesten, maar ik denk dat een hond toch echt wel zo meer vertrouwen biedt. Vind je zoenen vreemd gaan? Zo nee, waar ligt dan de grens? Ja, ik vrees. Het valt te zien, denk ik, hoe dat uw relaties vanaf wanneer iets vreemd gaan is. Ik denk als je een hele open relatie hebt, of je zit net in die fase van een relatie. En, dus dat heeft allemaal te maken met, denk ik, de periode in je relatie, hoe het een vertrouwensband is. Dus daar kun je niet zomaar ja of nee op zeggen, denk ik. Ik denk, in mijn geval zou het wel vreemd gaan zijn, ja.